Eergisteren heb ik een video geüpload waarin ik sprak over het leven en misschien een heel klein beetje mensen ging uitlachen. Maar ik had een voetbalgrapje gemaakt. En de regel 1 van YouTube is nooit voetbalgrapjes maken. Maar ik dacht, yo, ik ben die edgy guy. Ik maak die grapjes. Ik doe dingen die niemand anders zou doen, yo. Dan had ik 2500 dislikes en dat boeide me eigenlijk geen ene hol. Maar dan kreeg ik comments van mensen en die mensen zeiden, ik heb deze video gedisliked omdat je geen voetbalgrapjes moet maken en je moet maar niet lachen met ons land. Dude, weet je hoe weinig fucks ik geef om die fucking dislike? Weet je hoeveel het mij boeit dat je op die dislike hebt geklikt? Weet je hoeveel leuker ik het vind dat je wel naar mijn video hebt gekeken? Sommige mensen zijn zo raar. Zeker duimpje omhoog, fuck voetbal. En als je weer wil disliken, ja, doe dan. I don't give a fuck. Ik ben al even aan het kijken naar deze video. So I earned some money out of you. Dames en heren, laten we beginnen aan de video. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Wat vinden jullie van mijn swaggy zonnebril? Hij is lekker nice. Love these glasses. Deze zonnebril, ja, ik weet niet, iemand gaf die aan mij. Ik moest hem teruggeven, maar ik ben het vergeten en ik ben naar huis gegaan, dus. Yo, I'm giving back these glasses when I see you again. When I see you again. Oké, dames en heren, bij mijn vorige video waar ik op zoek ging naar de chickies. Jullie weten het wel, de chickies. Once again, I am looking for a girlfriend. Dames en heren, we weten genoeg dat wij Fang is aan het zoeken naar een girlfriend. Waar ik bijna een hele video in blote blowvlijf heb gestaan voor de views. I say I'm looking for a girlfriend. We have six packs, you can see we're looking for a girlfriend. Het gaat echt fucking moeilijk worden om chickies te fixen, maar dames en heren, en dat werkte wel redelijk goed. Jammer genoeg heb ik door die video nog altijd geen aanmelding gekregen van iemand die wil slapen op mijn borst en wij voelden dat wij sixpack. Ik heb niks gekregen. Ik dacht dat ik reactie ging krijgen in mail of zo of in privé. I get no shit. Waarschijnlijk is niemand van mijn kijkers single en wil niemand slapen op mijn sixpack. Ik moest terug aan dat Douwe Fang en ik zei, yo man, we need some more help. I need you. En hij heeft me geholpen. Jammer genoeg hebben wij niks als help. Dan kan je je afvragen, yo, hey, zit waarom niet? Omdat het niet relevant is. Kijk zelf maar. Hey guys, last time I was looking for a girlfriend, but I didn't have any luck, so this time I am looking for a guy friend. Yes, I am looking for a guy friend. Guy friend. Faggot. Hey Sid, was dat nu alweer een grapje, een shot, een belediging naar homo's? Ja, ik ga echt homo's uitlachen. Ik ga mijn eigen papa uitlachen. Het is gewoon een grapje. Waarom zijn jullie zo lichtgevoelig? Het is een grapje. Het hele leven is een grapje. Kijk nou even, Fang. Ik ben niet geïnteresseerd. Hey jongens, ik zoek naar een chickie. Geen jongens, geen transgenders. Is dat nu weer een shot naar transgenders? Ik word ziek van YouTube. I want a girlfriend, sleep in my body, start my six pack. You know, now fuck, I need you. I need you, man. Dus ik heb mijn telefoon genomen, ik heb gebeld naar China. Yo, now Fang. Hans Klontje Kau, Pau Kau Lau, Ta Kun Hau. En hij heeft een nieuwe video gemaakt. Maar door deze video ben ik nog bozer geworden. Niet alleen was het de video waarin hij me ging helpen, ook zit er product placement in de video. Hij heeft gewoon toegegeven aan de bedrijven. Die guy maakt gewoon een video en krijgt er geld voor. Like, welke YouTubers doen er dan nu? Ja, eigenlijk iedereen behalve ik. Maar oké, okay. Fuck gesponsorde deals. Snap niet dat jullie als kijkers daar niet boos over worden. Of zoals je een video kijkt van een YouTuber en nee, zie daar een gesponsorde deal in de video zit. En ik meen het, je ziet dat echt goed. Geen shot naar YouTubers over of zo, maar dan is je video echt gewoon shit. Dat is dan stop ik meteen maar kijken. Maar dus zonder verder te lullen, laten we kijken naar wat hij van ons gestuurd heeft. Let's go. Hey guys, once again, I am looking for a girlfriend to sleep on my chest and touch my six pack. No chest, no sex. Hij geeft ons opnieuw dezelfde quote als de vorige keer. No chest. No sex. Jongens, het enige wat ik jullie kan zeggen is, werk aan jullie lichaam. Zorg dat jullie een sterke body krijgen. Maar dan kijk je eens beter naar die video en dan zie je, wat staat er daar op zijn lichaam? Timstar? Ik weet ook niet wat dat is, maar waarschijnlijk is dat ook iets gesponsord. Maar dan denk je van, oké, Douwe Fang, je gaat ons nu betere tips geven hoe we meisjes moeten krijgen, net als jij. En dan zie je dit. I am looking for a girl who is single, who can sleep on my chest, touch my six pack and play color switch with me. Kan je echt niet maken. Kan echt niet. And play color switch with me. Vraag dan even af hoeveel geld die guy daarvoor heeft gekregen. Waarschijnlijk fucking veel geld. Misschien moet ik ook eens een gesponsorde deal doen. Nee, fuck
gesponsorde deals. Het enige waar ik wel is een chickie. Wat moet ik doen voor een chickie? Die guy heeft er eerst echt gewoon een fucking sixpack gekregen. What the hell? Ik heb niet zo'n sixpack. Ik kan het niet. Ik weet niet hoe het komt, maar ineens zit ik hier op een fucking forum waar er tips staan. 17 versiertips voor mannen. Maar het is echt doodserieus. Oh, dit zijn echt serieuze tips voor van die volwassen mensen die geen vriendin hebben. En dan zoeken ze dat in zo'n datingcafé. Yo, I don't want to be in that position. I want to stay here in my room, man. Just want to stay in my room. Als ik ooit een vriendin heb, dan verleid ik haar met deze kan bleekwater. En dan giet ik gewoon een beetje in haar drankje. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Kijk, als ik jullie eens een tip moet geven, hoe kom je aan chickies? Begin met YouTube, zorg dat je bekend bent. En dan gewoon met je fame kill je iedereen. Van elk meisje is op zoek naar fame. Dat is niet waar, maar eigenlijk wel. Dus dames en heren, ik ga jullie vragen om iets te doen voor mij. Alweer. En nee, het is niet geld doneren. Kijk, dat mag ook, maar oké. Okay. Geef mij jouw domste tips. Jouw domste versiertrucjes. Om een meisje te fixen. En dan ben ik niet op zoek naar van die echte versiertrucs. Zoals ja, doe dit, doe dat. Nee. Geef mij jouw domste versiertrucs. Die misschien wel werken. En ik ga ze gaan uittesten. Dus dames en heren. Bij deze geef het mij hoop op. En dat wij fun. Die guy is gek in zijn hoofd. Hij is op zoek naar een guy friend. Ik doe gesponsorde deals. En hij heeft wel een sixpack. I'm gonna cry. Dames en heren, smash zeker een like op deze video. Ik ben Acid. En ja, ik ben gewoon Acid. Ja, eigenlijk ben ik Nathan, maar jullie snappen het. Jullie mijn nieuwe skateboard zien, ik toon hem. Kijk, dames en heren, zelf op mijn skateboard staat er een pak bleach. Wow, that's relevant, guys. That's relevant. You can see that here. Ik mag echt doodgaan. Tot de volgende keer! Ja, welkom terug bij Knaal! Welkom! Gisteren heb ik eens iets volledig anders geüpload. Ik heb eens een commentary geüpload zonder facecam. Jullie konden al... Het is gedaan hoor. Jullie kunnen weggaan. Ga weg! Ja, joh.